Yes, we kunnen. Mijn naam is Kia Ashitafudinejad en dit is een origami. Daar ga ik niet mijn lezing over houden. Het gaat houden over interesse. En hoe de biep hun interesse kan keren richting de jongeren, zodat ze wat meer geïnteresseerd raken in de biep. Ik hou heel veel van flirten, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou van onderzoek doen naar flirten. Ik doe het dagelijks. Niet dat ik flirt met wat los en vast zit, maar gewoon, ik vind het leuk. Ik heb er ook een beetje half mijn specialisatie van gemaakt, want op een gegeven moment ging ik blog schrijven gewoon als hobby over flirten, over seksualiteit en dergelijke. En toen werd ik opeens benaderd door Ike van, hey, wil je daar echt iets van maken? En ik zei van ja, graag. Omdat ik onder andere geïnteresseerd ben geraakt in wat Generation Y doet. Nou, over origami's moet ik toch nog even op terugkomen, want ik ben zo geïnteresseerd in. Ik zat laatst in een trein en ik was gewoon rustig een origami aan het vouwen voor mezelf. Ik lette niet op mijn omgeving. En een dame komt naar me toe en zegt, oh wat mooi. Ik zeg, je mag hem wel hebben hoor. Ik zeg, oh nou, maar wil je hem echt niet zelf houden? Ik zeg, nee, het is een stuk papier. Dus meegeven, zo materialistisch ben ik nou ook weer niet. Zij toonde duidelijk haar interesse in mij. En onbewust toonde ik mijn interesse niet in haar. En ik vroeg me af, is dat de reden waarom zij geïnteresseerd werd? Flirten heeft heel veel te maken met interesse. Als twee mensen elkaar interessant vinden of geïnteresseerd zijn in elkaar, dan kan er een hele mooie band geschapen worden. Geschepen worden, sorry. Het kan, het is mogelijk. Het hangt er wel natuurlijk heel veel van af hoe die interesse getoond wordt. Van, psst, hitchkie, het werkt niet zo goed. Meestal niet tenminste. En ja, succesvol flirten en connecten heeft deels te maken met wel enigszins je interesse tonen, maar wel met zelfbeheersing. Niet elke 10 seconden gaan bellen van ik hou van je. Dat is overmatig, dat is te veel. De kunst is volgens mij om in iemands interesse in jou op te wekken en het te behouden door jezelf te zijn, je beste zelf te presenteren en je interessantste zelf te presenteren en daarnaast ook nog oprecht geïnteresseerd zijn in die van de andere persoon. Ik merkte tijdens mijn relaties, als ik een relatie had of als ik verliefd was, dat ik steeds meer interesse kreeg van vrouwen. Ik wist niet precies hoe dat kwam. Ik vroeg me af, waarom is dat? En we zouden Generation Y niet zijn als we die vraag niet zouden stellen. Dus ik kwam erachter dat het deels te maken had met geschiktheid. Je liet zien dat je geschikt bent voor een andere vrouw. Dus het moest wel zo zijn dat jij een geschikte kandidaat bent. De tweede reden was het niet tonen van interesse. Vreemd genoeg. Ik toonde mijn interesse niet, dus werd ik opeens interessant. Het is net als economie, vraag en aanbod. Als er veel vraag is naar een bepaald product, dan stijgt de prijs. Als er weinig vraag is, dan zakt de prijs. Zo ook met personen. Als jij je schaars opzet, dan zal er meer vraag zijn naar je. Hoe kan de biep zijn relatie verbeteren met de jongeren? Hoe kunnen ze hun verleiden om vaker hier te komen? Dat was de main vraag van hoe gebruik je de biep? Hoe doen ze dat? Op dezelfde dag dat ik hier zat, dat we daarover hadden, zag ik immens veel jongeren hier. En ik dacht van, hoezo verleiden ze? Ze zijn er al. Misschien lenen ze wat minder vaak het boeken, maar ze zijn er wel. Ze zijn aanwezig. Ze willen het wel.
Dus de interesse is er al. Wat kan de biep dan nog doen om ze nog geïnteresseerder te houden? Tijdens examens zit het hier vol met jongeren. Echt overvol. Toon je geschiktheid. Laat de biep zijn geschiktheid tonen. Door onder andere om een rustige plek te zijn waar jongeren rustig kunnen leren, rustig kunnen studeren. En misschien moeten ze zich minder gaan focussen op het tonen van hun interesse. Iets meer achteruit en laat de jongeren het zelf maar doen. Bedankt voor jullie interesse.